Goedemiddag jongens, we zijn weer twee Wielers Noord. We hebben een Beverly van. Het is vandaag 19 februari 2016. We hebben een Beverly 500 staan. Hij is teruggekomen van diefstal. Ze hebben hem gestolen. De slot is eruit geslagen. Hele meut. Wat hebben we gedaan? We hebben de nieuwe slot ingezet. Maar hebben we die chip overgezet. Die jongen had nog zijn moedersleutel. Die hebben we overgezet in de nieuwe bruine sleutel. Compact erin. Dus wat doe ik? Kijk. Kijk, met de bruine sleutel start hij. Dan draaien we doen we de blauwe sleutel erin. Start niet. Waarom niet? Omdat hij ingeleerd moet worden. Hij moet ingelezen worden. Hoe doen we dat? Gaan we uitleggen. We doen hem erin. We draaien de contact om. 2 seconden. Halen we hem eruit. Rechteraan. Doen we hem erin. 2 seconden. Halen we hem eruit. Doen we hem erin. 2 seconden weer. Halen we hem eruit. Doen we het nog een keer bij hem. Twee seconden, halen we hem eruit. Dat is de derde keer nou hè, dat we het doen hè. Hem erin. Hij eruit. Hem erin. Hier gaat hij weer uit. Dat is nou 5e keer volgens mij. Dat is oké. Dan doen we hem. We doen hem totaal 7 keer. Volgens mij is hierna de 7e keer. Hoppa. Als het goed is, moet hij nou starten met de blauwe sleutel. Dit is de bruine. Dan is hij ingeleverd. Hij is ingeleverd. We gebruiken 7 keer de 7 paradijzen. Ja? Daarom gebruiken we 7. Het getal 7 wordt vaak genoemd. En ook Allah zegt, ik heb 7 hemelen gebouwd. 7. En er zijn 7 dagen zijn er. Hè? Begrijp je? 7 dagen is 1 week. 7 hemelen zijn gebouwd. En er zijn meer dingen met 7's gemaakt. Dus we hebben ingeleerd. Eigenlijk mocht ik dit niet vertellen, hè? Maar voor rijden maar, jongen, ik weet wie het nooit. Maar dit heb ik al vaker gedaan, maar ik was het vergeten. Toen heb ik een vriend van me gebeld. Ik zei.